We gaan dus heel misschien stoppen met bruine YouTubers. Dat ik jaloers ben op Faisal. Maar een van de allergrootste redenen waarom ik dus niet heb meegedaan aan Good Luck Guys. Durft ze überhaupt wel uit die relatie te gaan? Jullie raden ook nooit wie ik zag op TikTok Festival. <middels> We beginnen dit jaar rustig met de video waar ik goed in ben, een sushi mukbang. Ik heb eten besteld bij I Love Sushi en het duurde best wel een tijdje. Volgens mij duurde het een uur voordat het uiteindelijk hier was. Maar ja, het is het meestal wel waard. Want eerlijk is eerlijk, deze sushi is wel boom in. Het is niet te prijzig. Meestal krijg je er ook wat extra's bij. Die van Amsterdam Noord krijg je altijd wat extra's bij. Dus shout out naar jullie. Nu heb ik besteld bij I Love Sushi West en uh, ik heb niks. Ben je daar nou benieuwd naar deze video? Vergeet dan zeker niet eventjes te liken en te abonneren. Hier beneden het is het allemaal gratis. Ik wil dit jaar de 200.000 abonnees halen met YouTube. Gaat het ons lukken? Denk het wel, toch? We zijn er op zich al bijna. Maar ik groei gewoon best wel traag met YouTube. Ik, ik weet niet wat het is. Ik denk dat het gewoon aan mij ligt. Wat ik allemaal heb besteld zijn mini loempia's. Ik heb een uh, geflambeerde box. Zalmlover lover box volgens mij. Ik heb gyoza's, kip gyoza's en ik heb zelf, heb ik dit nog gebakken. Dit zijn uh, garnalen kroketjes, alleen ze zijn een klein beetje uit elkaar gevallen. We beginnen gewoon lekker met de gyoza. Hij ziet er niet echt knapperig uit, maar uh, eet eens eitje. Hmm, best lekker. 2023 um... Bestond voornamelijk voor mij persoonlijk uit werken. Ik heb echt zoveel mogelijk um, geprobeerd om te werken en te editen en vooruit te werken en al dat soort dingen, waardoor ik me ook gewoon ongelukkig voelde. Hmm. In 2023 zat ik voornamelijk binnen. Ik was heel veel bezig met editen, heel veel bezig met bruine YouTubers, heel veel bezig met mezelf, waardoor ik ook wel vergat om. Leuke dingen te doen. En um, dat wil ik in 2023 dus echt anders gaan doen. Veel mensen willen in het nieuwe jaar vaak beter hun best gaan doen, betere cijfers halen en al dat soort dingen. Maar ik merk gewoon dat dat mij persoonlijk gewoon niet gelukkig maakt. Dus ik wil gewoon meer gaan feesten. Ik wil meer genieten van mijn leven. Ik wil meer geld uitgeven. En ik hoop gewoon dat 2024 gewoon persoonlijk, mentaal gewoon. Mij uh, hoger op zou brengen dan dat het in 2023 heeft gedaan. Mm, goeie. We gaan dus heel misschien stoppen met bruine YouTubers. Um, de reden hiervan is eigenlijk omdat het me dus echt gewoon ongelukkig maakte dat ik gewoon echt om vijf uur ochtends opstond en aan het editen was. De hele ochtend lang, soms tot wel half drie en het ritme voelde in het begin best wel chill maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat het me ongelukkig maakte ik um, ja wil ik zeggen depressief nee niet per se maar ik voelde wel gewoon een soort van een dip komen en ja, vooral toen het uh, winter begon te worden het werd sneller donker um, je moet dan op een gegeven moment ook gaan opstaan in het donker om vijf uur s ochtends het was gewoon niet mijn ding of zo het was het werd nog gewoon een beetje te veel, denk ik. En. Ik had er ook gewoon geen. Um, niet echt motivatie meer voor. Omdat ik het gevoel had dat ik heel veel dingen alleen moest doen. En. Ik was gewoon ongelukkig. Period. Dat is het gewoon. Ik was gewoon echt ongelukkig. En ja, wat moet je doen als je niet gelukkig bent? Dan moet je gaan kijken waardoor het komt. En daar. Aan werken. En dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. Ik heb met bruine YouTubers bijvoorbeeld dan um, drie maanden eventjes niet geüpload. En toen ben ik wel verder gegaan met mijn eigen kanaal om te kijken: van uh, ja, hoe zit dat? Dan kan ik dan wel gewoon mijn eigen kanaal blijven behouden. Uh, vind ik dat nog wel leuk, zeg maar? En dat vond ik wel gewoon leuk om te doen. En ik merkte dat ik nog steeds, ondanks dat ik mijn eigen kanaal beheerde en alles deed, had ik gewoon nog steeds tijd voor mezelf. Kijk, je moet beseffen. Stel je voor je bent een hele zomer aan het werk. Je bent alleen maar bezig met één ding eigenlijk, maar iedere keer zeg maar wat anders, een andere video editen. En op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je het gewoon niet meer leuk vindt, maar je moet doorgaan. Dus ik bleef maar doorgaan, ik bleef maar doorgaan totdat ik op vakantie ging. En toen ik terugkwam van vakantie, toen besefte ik pas van: waar ben ik mee bezig? Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om te doen. En ik kan het weggeven. Ik kan een last van mijn schouder uh, aan iemand anders geven als het ware. En ik durf het toen gewoon nog niet. Want ik heb nog nooit mijn werk uitgegeven. Ik heb, zoals jullie weten, ik edit mijn video's altijd, vanaf het begin, echt al zelf. Je moet ook beseffen dat het niet uit het niets is gekomen. Want we hebben het gehele jaar wel uh, mailtjes gestuurd dat we uh, ja, op zoek zijn naar uh, editors. Alleen we hebben toen der tijd niet de juiste gevonden. En tot de dag van vandaag, eigenlijk nog steeds niet echt. Dus wij stoppen eigenlijk gewoon totdat we een editor hebben gevonden. Hmm. Ik had laatst een reactie gelezen over dat iemand uh, onder de bruine YouTubers dus had gereageerd: Dat ik jaloers ben op Faisal. en uh, jaloers ben op zijn succes. En um, nu hij uh, goed bezig is met good luck, guys. Dat ik daarom zeg maar ja, wil gaan stoppen, omdat het vanuit mij komt, voornamelijk. Maar wat is dat nou weer voor een poepreactie? Even serieus, waarom zou ik jaloers zijn op Vice? ik vind het hartstikke goed, hartstikke leuk dat hij zoveel aanvragen krijgt. En um, ik ben ook een van de eersten die het allemaal hoort. En ik ben hartstikke blij voor hem. Echt 100 procent. Waarom zou ik jaloers zijn op, wat, op zijn successen? Dan ben je toch geen echte vriend? Ik bedoel van, ik ken Pfizer al. Sinds wanneer? 2017 of zo. Waarom zou ik dan nu ineens jaloers op hem zijn? Hij heeft zoveel andere successen behaald. Waarom zou ik dan nu opeens jaloers op hem zijn? Ja, ik vind het gewoon echt een domme reactie. Het was ook een anoniempje 1, 2, 3 of zo. Yes. Ik moet het sowieso niet serieus gaan nemen. Veel mensen die ook stom reageren, hebben geen enkel idee hoe het is om te editen. Soms ben je uren, soms ben je dagen bezig met één montage. Die montage in Jump Square, dat we een tikkertje gingen spelen met allemaal influencers. Weet je hoe lang het duurde om die video te editen? Vier dagen! Ik maak geen grap, ik overdrijf niet. Ik heb vier dagen lang geëdit aan die montage. Uiteindelijk is die video niet eens zo goed ontvangen. Toch heb ik er zoveel tijd in gestoken en ik heb de hele tijd achter die laptop zo zitten kijken. Jullie begrijpen gewoon echt niet hoeveel tijd, energie en moeite zoiets kost. Er zijn zoveel YouTubers die hun video's uitgeven, maar ik die dat nog nooit heb gedaan, die doet dat gewoon niet zo. Maar ik vind het gewoon best wel eng. Stel je voor: een ongeeditte video moet je opsturen naar iemand die je niet goed kent en die gaat het voor jou editen en jij moet dat dan zeg maar op je platformen gaan plaatsen. Alleen het idee al. Dus mijn eigen video's wil ik 100% nog wel zelf editen. Maar mocht je nou een editor zijn en wil je een leuk zakcentje verdienen in 2024. Stuur me dan eventjes een e-mail. Want misschien kan je dus editor worden van bruine YouTubers. Faisal heeft dus meegedaan aan Good Luck Guys. Ik had eigenlijk gewoon Faisal moeten uitnodigen voor deze mukbang. Want het gaat alleen maar over Faisal. Maar hij doet het zo goed. Ik kan er niet niet over hebben, toch? Some background information. Ik was ook gevraagd voor Good Luck Guys om samen met Faisal als duo mee te doen in Good Luck Guys. Ik weet nog dat ik dat mailtje kreeg en ik had het doorgestuurd naar mijn management. En zij hadden dus gebeld met die mensen van dat um, bedrijf, de productie, zeg maar. Mijn management vond het persoonlijk niet echt een goed idee, omdat er bepaalde mensen aan mee zouden doen die dus eigenlijk... Um, nou hoe zal ik dat zeggen, niet echt heel goed positief in de media staan. Ze wilde eigenlijk mij beschermen, omdat ze ondertussen ook wel weten hoe ik in elkaar zit. Ik bedoel van als iemand me uitscheldt, ik ga niet terug. Ik mat gewoon. Maar dat is denk ik ook wel een valkuil voor mij. Dus mocht ik ooit in zo'n situatie komen, moet ik gewoon proberen om zo rustig mogelijk te blijven. Alleen ik vind dat zo moeilijk. Als iemand me helemaal verrot uitscheldt. En dan stel je voor het is nog een Morena of zo. Ja, nee, dat, ik kan me gewoon niet inhouden. Maar misschien is het een goede voornemen voor 2024. Mm -hmm. Maar goed, mijn management had dus gebeld met de productie en die had dus allemaal uh, dingen verteld over uh, wie er mee zouden doen. Ik wilde daar niet aan meedoen, omdat ik al hoorde dat Morena er aan meedeed. Ik vond het al heel stoer van Faisal dat Faisal daar toch aan mee wilde doen. Maar een van de allergrootste redenen waarom ik dus niet heb meegedaan aan Good Luck Guys is omdat ik een week voor de opnames ben gevraagd. Ik ben gewoon een hartstikke lesminutes gevraagd. En. eerlijk is eerlijk, daar wil je dan toch ook niet echt aan meedoen. Ik bedoel, van als je voor een programma wordt gevraagd, dan wil je toch wel. Uh... Ja, in ieder geval een maand van tevoren worden gevraagd of zo. Het was voor mij allemaal te last minute. En ik moest allemaal prikken halen. En ik moest allemaal testen doen. En ik moest naar de psycholoog. En dat allemaal binnen een week. Terwijl ik daarnaast ook nog mijn eigen dingen moest doen. Je moet natuurlijk wel blijven uploaden als je in de jungle daar zit. Ondertussen weet ik wel hoe die programmamakers zijn. Juist als je aangeeft dat je niet met een bepaald persoon in het team wil, gaan ze je juist met die persoon zetten. Want ze willen natuurlijk tv. Hm. Ik denk dat ze ondertussen zelf ook wel hebben geleerd dat Morena niet Barkie is. Alleen ik vond het wel echt jammer dat Faisal er zo snel uitging. en geen tweede kans kreeg. Maar een of andere Morena wel. Ik hield mijn hart wel echt vast toen ik hoorde dat Faisal en Morena in die jungle samen zouden zijn. Alhoewel ik wel had gehoopt dat Morena een soort van normaler zou zijn zonder macho. Want macho is het probleem hè jongens. Morena is niet het probleem. Oké, okay, ze is wel een klein beetje een probleemgeval. Maar macho is voornamelijk het probleem. Ik vind het ook gewoon zielig voor haar. Durft ze überhaupt wel uit die relatie te gaan? Ik bedoel, van, niemand wil toch een relatie met iemand als macho? Maar ja, ik heb een voorgevoel dat Faisal gewoon weer mee gaat doen met het tweede seizoen. Ik hoop het wel voor hem. Want hij vond het wel heel erg leuk. We zijn hier niet alleen om over Faisal te praten. Ik was dus laatst naar het TikTok festival. En het was mijn allereerste keer op dit event. Op dit festival. Is het, er, is het festival? Indoor festival. En het was dus op New Year's Eve. Dus de laatste dag van het jaar. Ik was daar rond een uurtje of drie uur denk ik. En was het leuk. Het was wel te doen. Er was één plekje waar afrobeats en allemaal piano werden gespeeld. Dat vond ik wel een hele leuke plek om te dansen en zo. Maar de grote zaal waar Busy, Kevin, uh, Bilal Wahib en zo waren. Ik voel die tunes gewoon niet. Ik bedoel, het is gewoon not my time. Dus ik was daar in die grote zaal met een mattie van me. En hij wilde gewoon chickies hosselen, weet je. Dus ik volgde hem maar de hele tijd. En hij wilde de hele tijd, maar zeg maar in het midden van die zaal, in de menigte. Ik dacht, weet je, we gaan gewoon daar naartoe. En uh, we gaan gewoon kijken of we chickies kunnen hosselen. Guess what? Ik werd de hele tijd herkend. Wij hoefden niet naar de chickies te gaan. De chickies kwamen naar ons. En ik zag allemaal mensen van net 18 en zo. En ik dacht echt van... Oh my god, wat doe ik hier? Ik ben 24! TikTok-festival. Er waren echt heel veel jongens. Oh my god, het was niet normaal. Het waren echt gewoon... Hoeveel procent? 70% jongens. En de rest was meisjes. Het was gewoon echt... Ik voelde me gewoon echt in de minderheid. Het was niet echt mijn type feestje waar ik snel naartoe zag gaan. Maar het is gewoon dat ik gratis kaartjes had. En ik had geen planning die avond. Dus ik vermaakte hem op zich wel hoor. Daar niet van. Alleen als ik mocht kiezen tussen dit of in bed liggen. Zou ik toch wel liever in bed liggen. Maar ja, dat ben ik hè. Jullie weten van mij. Ik uh, ga meestal na tien uur niet meer naar buiten. 2024 moeten we gewoon wat meer sociale Plekjes opzoeken om in contact te komen met mensen en te leren praten en zo, en dan komt het allemaal wel goed, denk ik. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat zijn jouw voornemens voor het nieuwe jaar? Ik heb mijn voornemens trouwens ook opgeschreven. Dat werkt bij mij heel goed. Wanneer het dan eind 2024 is, kijk ik gewoon weer terug naar mijn lijst, naar mijn doelen, en dan kijk ik wat ik behaald heb en wat niet. En ik raad het ook echt iedereen aan. Om dit te gaan doen, om het te gaan opschrijven. Want als je het opschrijft, onthoud je je doelen beter dan als je het typt. Meestal als je ook een samenvatting maakt over bijvoorbeeld een bepaalde paragraaf, dan kan je het beter opschrijven dan uittypen. Want als je het opschrijft, onthoud je het beter dan als je het typt. Onthoud dit. Dus daarom heb ik mijn doelen opgeschreven in een boekje en ik heb ook de stand van zaken opgeschreven. Dus wat ik nu op mijn spaarrekening heb, wat mijn gewicht nu is... Uh, wat mijn volgers op, dat, op elk platform zijn. En dan ga ik gewoon einde van het jaar kijken, stuk voor stuk. Of ik met iets ben gegroeid. En elke groei telt. Als ben ik maar een euro gegroeid. Ik ben nog steeds gegroeid. Jullie raden ook nooit wie ik zag op TikTok-festival. Ik zag afvrouw. Letterlijk. Elke keer als ik haar zie, zie ik haar met een nieuwe beste vriendin. Ik vind het gewoon zorgwekkend eigenlijk. Ik vroeg het mezelf wel echt altijd af, hoor. Van, waarom. Heeft zij niet één vriendin? Waarom heeft ze elke maand een andere en vriendje en ze heeft een andere beste vriendin? Dan klopt er iets niet. Ik, ja, ik vroeg het me echt af en nu snap ik dus waarom. Het is niet Barkie. Maar ja, die hele familie is niet Barkie, dus... Uh... Het maakt allemaal niet uit, weet je. In het nieuwe jaar wil ik trouwens ook weer een YouTube-video opnemen in het buitenland. Vorig jaar heb ik dus in Marokko een video opgenomen, of tenminste een serie opgenomen van de Ramadan. En een klein stukje uit die video gaat nog steeds tot de dag van vandaag viral in Marokko. Over dat die man, dus die andere man, uitschoold en daarna iets tegen mij zei. En ik wil niet per se een soort gelijke video maken als die video in Marokko, maar ik wil dus wel opnames hebben in het buitenland voor mijn eigen YouTube-kanaal. Mm. En ik heb al wat video-ideeën in gedachten, alleen het moet nog uitgewerkt worden. En wie weet, misschien uh, komt er weer zo'n leuke video uit het buitenland online. Jullie vonden het trouwens wel heel erg leuk, hè, die video uit Marokko. Dat was wel een beetje documentaire stijl achter, maar ik denk niet dat ik die kant op wil. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te maken, dus misschien wel iets interessants. Nou, jongens. Jullie zien dit allemaal wel. Dit jaar ga ik gewoon wat meer richten op kwaliteit content. Let niet op deze video. Dus of ik dit jaar elke week een video zou gaan plaatsen, dat denk ik niet, om eerlijk te zijn. Ik zal het proberen, maar ik reken er maar niet op. Maar wat ik wel zeker wil gaan doen, is wat meer moeite nemen voor mijn content. In zowel de montage als het opnemen ervan. Zit hier wel kip in of is het gewoon een vegetarisch bloemje? Ah, ik ga de wc bombarderen.